Gisteren was een speciaal moment, 250 wedstrijden. Ik wist dat er iets ging gebeuren. Ik had verwacht dat het een kleine huldiging ging zijn, maar het werd iets spectaculairder gedaan, wat ik enorm apprecieer natuurlijk. Fijn dat de supporters ook mijn naam hebben gescandeerd. Ook achteraf in de tent werd er iets kleins gedaan, dus dat maakt me enorm trots. Ja. Ik heb mijn debuut gemaakt in het seizoen 2015-16 tegen Leuven ook, waar Leandro mee speelde. Ik mocht een kleine half uur invallen. Ik kwam erin voor een Didi. Het was heel speciaal om in te komen, zeker omdat ik al die jaren ervoor, van mijn zesde geloof ik, denk ik dat ik ook iedere week in het stadion zat. Dus om dan op het veld te komen was heel speciaal. Het moment dat de trainer je roept om in te komen, komt er toch wel wat zenuwen bij kijken, maar een keer dat je op het veld staat, dan gaat het vanzelf. De jaren dat je in de jeugd bent, wordt er altijd gezegd van ja, je moet hard werken om aan de andere kant van de straat te mogen spelen. En als ik dan wekelijks hier in het stadion zat, maakte dat mij alleen maar ambitieuzer om hier te staan. Ik ben misschien niet in de jeugd bekeken als het grootste talent en zo. Maar ik heb wel er alles aan gedaan om hier te staan. En zo zie je dat misschien niet altijd het grootste talent het haalt, maar dat je ook met hard werken weg kan komen. Mijn manier van kapitein zijn is dat ik in eerste instantie gewoon wil dat iedereen zich goed voelt in de kleedkamer. En ik ben misschien niet degene die met de hand op tafel slaat en veel een luide stem opzet, maar ik wil dat iedereen zich goed voelt. Maar één keer op het veld, dan denk ik dat ik een beetje een aanjager ben en voorop in de strijd ga. En dan wel iedereen op zijn plicht wil wijzen. Het meest speciale doelpunt voor mij was zeker in Anderlecht, in de kampioenenwedstrijd in 2019. Het was in de eerste helft een voorzet van Joachim. Ik duik aan de eerste paal op en dan binnen. Op dat moment besef je nog niet dat er een kans is om die dag kampioen te spelen, omdat we ook afhankelijk waren van andere wedstrijden. Maar om dan achteraf terug te kijken op dat moment, en wetende dat mijn doelpunt en die ene punt genoeg was om kampioen te spelen, zorgde er wel voor dat het een heel speciaal doelpunt was. Dit seizoen spelen we misschien boven verwachting een goed seizoen. Zeker als we uit een jaar komen waar heel moeilijk was. Waardoor we eigenlijk gewoon een seizoen wilden spelen met als eerste ambitie de play-off 1 terughalen. Vertrekken in het begin van het seizoen, vertrekken een paar sterkhouders en dan merk je in de buitenwereld al direct dat er wordt gezegd van ja, Genk gaat het moeilijk hebben. Er wordt niet echt vervanging gehaald, maar er was vanuit de club gewoon heel veel geloof in de spelersgroep die was gebleven. En dan spelen we in één ronde wat denk ik bijna ongezien is. Enorm sterk, mooi voetbal, heel veel passie op het veld. Dan hebben we misschien ook in de terugronde spelen nog altijd goed voetbal. En denk ik dat het geluk misschien niet altijd daar was. Maar we staan nog altijd op kop. We geloven zeker dat we kampioen kunnen spelen. En ik denk, we hebben het hele seizoen lang gezegd van het is nog een lange weg. Maar nu is het dichterbij aan het komen. En iedereen weet dat we het kunnen. Maar nu moeten we het gewoon op het veld brengen.